Na een paar rustige en overwegend droge herfstdagen hebben we komend weekend de paraplu weer nodig. Goedendag. Vandaag hadden we een mix van zon en wolken. Vanuit de lucht zag het er zo uit. De meeste wolken in de westelijke delen van ons land en meer ruimte voor de zon in het midden en oosten. En dat bij temperaturen van 10 tot 11 graden en een toenemende wind vanuit het zuiden was het allemaal frisser dan de afgelopen dagen. Een storing komt naderbij en die bereikt ons vanavond en vannacht. Dus het gaat van het westen uit in de nachtelijke uren toch wel van tijd tot tijd regenen. En morgen hebben we te maken met een lage drukgebied dat van noord naar zuid over ons land trekt. De zaterdag begint dan ook bewolkt en regenachtig. Smiddag ziet het plaatje er zo uit: van tijd tot tijd komt de zon tevoorschijn, maar verspreid kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden tot zo'n 13 graden in het zuiden. De wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten aan zee, staat soms windkracht 5. Dus een wisselvallige zaterdag, maar zondag dan blijft het overal droog. Dan is het maximaal 12 graden en waait er een matige oostelijke wind. Wel veel wolken, zo dus af en toe komt de zon tevoorschijn, vooral in de middag. Na het weekend hebben we nog steeds te maken met een oostelijke wind. Daardoor wordt het een stuk kouder, overdag hooguit 8 of 9 graden. Het weerbeeld is vaak grijs, maar wel droog. Maar dat is het niet voor de zaterdag. Morgen heb je meestal de paraplu nodig. Ik wens u een fijne dag.